Dit programma wordt u aangeboden door volgende partners. Het mooie barbecuegevoel, u thuis, dames. Wie pakt er mee? Wie profiteert? Wie kent deze aubergine? Christer, deze aubergine is prachtig, is mooi. Op de barbecue, deze zalige, mooie pijpajuin. Heel fijn gesneden. Is een mooi product, Christer. Christer, ik ga een nummertje voor je nemen en dan ga je een dubbele entrecote vragen die je lekker kan bakken met olijfolie op de barbecue. Enkele lekkere kruiden erbij, zodat hem lekker sappig is van smaak. Meer moet dat niet zijn. Op een barbecue hoort natuurlijk een goed stukje vlees. Het is gewoon zo. Kort gebakken en dat met groenten ook. Bij ons gekweekt, misschien de meest vleesachtige groenten dat we hebben, en aubergine. Maar dan ook caviar van de aubergine. Past perfect samen op een broodje met nog een paar andere lekkere garnituurtjes. Mega. Ja, caviar de aubergine is zo'n typisch mediterraans product. En dat is zo gemakkelijk om te maken. Je pakt gewoon een goede rijpe aubergine, snijdt die in twee en je kerft die gewoon zijdelings in zo. En in de inkervingen gaan we fijn gesneden look insteken en dan kruiden we redelijk veel zout. Dat is omdat de aubergine wat minder bitter gaat zijn. Olijfolie daarop en dan in de oven op 170 graden en laat die ongeveer een half uur zitten in de oven, half uur 40 minuten. Dan haal je die gewoon eruit en schraapt het lekkere vlees eruit, maar niet te veel hakje. Gewoon kruiden met paprikapoeder en wat citroensap. Ja, voor mij zijn we nu eigenlijk klaar. Ik ben nog niet zo voorstander voor vlees op voorhand marineren. We gaan dat alle minuut doen en ook als het gegrild is, ook kruiden. En daarbij hoort ook een hele lekkere wijn en Pinot Noir, ook uit de Maasvallei. Een heel, heel elegante druif. En deze wijn heeft ook echt hout geproefd en hout gezien en past daardoor ook perfect met vlees. Ik vind dat prachtig met die lampionnetjes. Ja, super, romantisch, hè? Speciaal voor u gedaan. Ja, super. We gaan een van mijn favorieten doen. Dunne lende, kort bakken, tagliata. Korstje geven, een beetje olijfolie daarover en dan op de plaat hier bakken. En nu peper? Nee. We gaan achteraf kruiden. Gewoon zo, puur natuur, op de plant bakken. Super, hè? Maar dat krijg je toch nooit gebakken? Super. Nee, maar dat moet bleu zijn van binnen. Juist maar wel warm. Ja, dat is de bedoeling. Maar dat komt wel op een broodje met wat kaas en met wat gandeham. En we hebben hier lenteuitjes. Ja, wat moet ik doen? Niks gewoon, die gaan we gewoon hier opzetten. Die gaan gewoon lichtjes scharen op die plaat. Ja, maar voilà. En ik moet niks doen waar ik best in bed ben. Niks doen. Ik heb een keigoed idee. Een glaasje rode wijn uitschenken. Rode wijn vandaag? Ja, super. Okay. Zit er nog een in? Daar kan je iets tegen, hè. Mannen die de stop in de wijn ontkurken nog laten steken. Hè. Of had ik dat vorige keer gedaan? Daar kan ik niet tegen, hè. Vrouwen die de stop in de wijn ontkurken. Dat is het, hè. Zo'n barbecue met zo'n bakplaat, dat is fantastisch. Daar kun je alles mee doen. Amai, en daar een goed wijntje bij? Ja. Ook Aldenijk? Ja, dat is topwijnen. Ga je alleen drinken? Oh, hey, dat is wel goed, jongen. Dat smaakt naar nog. Heel handige truc, als je daarop trekt, dan krijg je zo'n grovere korrel. En nu, dat is nu tagliata. Mm, niet te veel zout toch, hè? Dat mag wel. Caviar doet erop. Dat is een perfect afsluiting. Nog zo'n stukje kaas. Ook nog? Ja. Man, als jij niet getrouwd werd, zou ik met u trouwen. En nu, goed, de afsluiter.
een beetje kei lekkere gandaham daar bovenop. Nu nog? Ja, het is gewoon, het is eigenlijk te lekker voor water zijn. Zo moet het. Dat is nu tagliata op zijn Belgisch. Lekker rode wijn erbij en tagliata. En zelfs naar het festival. Absoluut. With anyone who said, so I enjoyed your show. Now you can tell me where you want to go. I wish the chaos could swirl right out of me. So who's caught out for this world that you can see? If I was trying, I'd never make a team. Just making peace with my fickle hopes and dreams is just the same. Win een kwartje gandaham van deze reportage op onze website gdlmagazine.be.